Mijn naam is Jeroen Brinker, ik ben engineer projectleider bij Enexis. En we staan hier op het industrieterrein Veskus, dat is in het noordelijkste puntje van Groningen. Hier zijn we bezig met de aanleg van een nieuw transportverdeelstation en de overige infrastructuur. Wij maken een ontwerp, wij gaan kijken waar onze klanten zitten. Ja, dan wordt er samen met in dit geval Groningen Seapost gekeken naar een soort tracé-tekening. Ja, en op het moment dat dat duidelijk is, dan kunnen we aan de voorbereiding beginnen. Daarnaast hadden we een hele grote uitdaging en dat was het passeren van het Oosterhoornkanaal. Hiervoor hebben we twee gestuurde boringen moeten uitvoeren, van bijna een kilometer lang. Ja, dat zijn allemaal van die uitdagingen en op een gegeven moment dan, dan komt alles samen en dan, dan zet je de boringen in. Bij het maken van de gestuurde boringen is één gestuurde boring vastgelopen en dat was een behoorlijke tegenslag voor ons. Dat was natuurlijk heel vervelend voor het hele projectteam om te horen. Maar toen we dat hoorden, hebben we wel gelijk het hele projectteam bij elkaar gezet. En hebben we gelijk voor een oplossing bedacht. En is de boring 3 uiteindelijk steeds succesvol uitgevoerd. Die boring hebben we als volgt uitgevoerd. We hebben dezelfde boorlijn aangehouden. Alleen we hebben ervoor gekozen om hem 6 meter dieper uit te voeren. We konden gelukkig het in- en uittredenpunt opnieuw gebruiken. Door oude boorbuizen uit de boring te trekken. En daardoor is de boring nog steeds op hetzelfde punt erin gegaan en weer boven gekomen. Nou, als er dan eindelijk toch die boring erin zit en we krijgen dat seintje van aannemen dat het eigenlijk is geslaagd, ja, dan ben je wel aardig gelukkig, kan ik je vertellen. En dan ga je goed het weekend in. Nou ja, wij zijn natuurlijk vanaf het begin ook hebben contact opgenomen met Enexis en andere nutspartijen. En wij hebben het gebied zodanig verkaveld dat er ook ruimte is voor die partijen om onze klanten aan te sluiten. Hè, want zonder energie kunnen die natuurlijk ook niet werken. En nou, daarom zijn we ook blij dat wij in een vroeg stadium met Enexis in overleg zijn gegaan voor de aanleg van onder andere een verdeelstation om deze klanten tijdig te kunnen aansluiten. Hiermee gaan we mee in de energietransitie en zorgen wij ervoor dat we in de toekomst klanten aan kunnen sluiten op het industrieterrein en Veskus en de omgeving. Nou, ik vind dat wel leuk dat je daar gewoon deel van uitgemaakt hebt. En dan is het misschien in het voortraject en achteraf niet meer te zien wat we hier nu gedaan hebben. Maar dat vind ik wel een beetje een vreugdemoment.